er veel mee. Misschien kan ik een mop tegen mezelf. Misschien kan ik de mop van drie belletjes doen. Huh? Hallo? Weet jij misschien een mop? Ja. Wat is de kruising van een giraf en een waakhond? Ik weet niet. Een waakhond die over het hek kan kijken. Dat is grappig. En wat is een kruising van een Shetlander pony en een zebra? Ik weet het niet. Een zebra. Volgende keer een konijn en hij ging elke dag naar de slager. En op een dag vraagt hij, heb jij varkenspootjes? En de slager zegt nee. Volgende dag komt hij terug en vraagt weer, heb jij varkenspootjes? En de slager zegt nee. Volgende dag komt hij weer terug en je vraagt weer, heb jij varkenspootjes? En de slager zegt, denk het ja. En dus, ja, varkenspootjes. En een konijn zegt, dat is zeker moeilijk voor te lopen. Misschien, weet jij nog wat? Nee, ik heb net mijn twee moppen vertaald, die kat, die quiz. Oké, dan weet ik nog een vervolg van het konijn. Dus het was een keer een konijn en die ging elke dag naar de bakker. En op een morgen vroeg hij aan de bakker, heb je worteltaart? En de bakker zei nee. De volgende dag komt hij weer terug en vraagt, heb je worteltaart? En de bakker zegt weer nee. En de volgende dag vraagt hij weer, heb je worteltaart? De bakker zegt, ja. Dat konijn zegt, dat is niet lekker hè. Kijk, hier heb ik nog twee vitaal gebracht. Naar huis kan, ik heb toch nog twee vriendjes. Stel nu voor dat je in huis zit en je kunt er niet uit, want voor de eerste deur zat een jaguar, voor de tweede een panter en voor de derde een lachtjepaard. Ik zou de derde nemen. Dat is een snel dier, jachtluipaard. Nee, je pakt een jaguar en je rijdt weg. Zo, we hebben echt nog nooit gehoord. Ja, ik ook niet. Dus Jantje gaat met zijn papa op stap. Hij vindt 10 euro. Hij zegt, papa mag dat opruimen. En papa zegt, nee, alles op de grond ligt, is vuil. Een beetje verder komt die hond natuurlijk tegen. Hij zegt, mag ik het alsjeblieft opruimen? En papa zegt, nee, alles op de grond ligt, is vuil. Een beetje later valt zijn papa. Hij vraagt hem het opruimen en Jantje zegt, nee, want alles wat op de grond ligt, is vuil. Dat is ook een jongen.